Inwoners Heteren geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. NS gaat het lelijkste station van Gelderland opknappen. En koken voor je buurtgenoten vanwege de gezelligheid. Deze ochtend is de brandweer urenlang bezig geweest om een zeer grote brand in Heteren te bestrijden. Het gaat om een pand met tuin- en parkmachines. Vanwege de sterke rookontwikkeling werd er groot alarm geslagen. Brandweer, politie en ambulancepersoneel rukten in meerdere eenheden uit. Rond 17:45 ochtends werd de brand in Heteren gemeld bij de meldkamer. Het zou gaan om een bedrijfspand aan de poort van Midden Gelderland. De brand woekert hard en er zijn enorme rookpluimen te zien. We hebben nu op dit moment ongeveer de eerste helft van het pand onder controle. En de andere helft, er zijn nu wat extra eenheden voor ter plaatse gekomen. Omdat het toch wat complex blijkt te zijn om door het pand heen te komen. Dus daar zijn we nu nog mee bezig. Er zijn gelukkig geen mensen binnen geweest, dus er zijn geen gewonden. Voor de zekerheid staat er een ambulance, maar die heeft gelukkig nog niemand hoeven helpen. In het pand staan tuin- en parkmachines. De oorzaak van de brand is onbekend. Vermoedelijk gaat het om geëxplodeerde accu's. Achter mij zie je natuurlijk een stevige rookontwikkeling. Het schijnt zo te zijn dat de brand van binnenuit komt. Dat maakt voor de brandweer ook best wel moeilijk om deze brand te blussen. Ja, ze hebben te maken met een complex bedrijvenpand. En ze hebben een gat in het dak gemaakt om van die rook af te komen, zodat ze verder kunnen. De rookontwikkeling belemmert het bestrijden van het vuur. Het vermoeden is dat er tussen het dak en een verlaagd plafond iets ligt te gloeien. De brandweer doet zijn uiterste best daar zicht op te krijgen. Nou, de mensen zijn al even binnen. Er zijn wat verkenningen. Het is een beetje een complex pand binnen, waardoor wat plekken moeilijk bereikbaar zijn. Dat gerinkel van glas, dat is waarschijnlijk omdat ze wat uitstroommogelijkheden voor de rook willen creëren. De gevolgen waren groot voor de wijde omgeving. Via een NL-alert is gewaarschuwd voor mogelijke giftige rook. Omwonenden zijn door handhaving geëvacueerd. De meesten waren daadwerkelijk niet thuis, maar sommigen konden we via hun interactieve deurbel nog spreken. Meneer, heeft u de explosieven gehoord vanochtend? Ja, we hebben zeker explosieven gehoord. En op het moment dat de handhaving aankwam dat we beter het huis uit konden gaan, zijn we gegaan. En die zette ik in de auto, we gingen het heel hard knallen. En eigenlijk had ik nog een goed kinderzitje voor hem erin willen zetten. Maar dat heb ik niet meer gedaan, want hij begon helemaal te huilen. Oh. En toen heb ik op een stoel voorover gezet en toen zijn we snel gaan rijden. Mevrouw, wat heeft u vanochtend gehoord dat er iets werd geëxplodeerd? Er kwam al politiewagen voorbij en toen kwam de brandweer voorbij, kwam de ziekenwagen voorbij. En toen weer politiewagen, maar toen later hoorde ik dat er brand was. Maar dat duurde wel heel lang eer er een grote brandweer kwam. De politie gaf aan dat er mogelijk asbest in deze brokstukken zit. De bewoners is gevraagd om deze stukken zelf op te ruimen. We staan ongeveer op 500 meter van de brand af. Het is licht mistig door de rook. Ik ruik ook heel goed het vuur. Achter mij is de achterstraat afgesloten en er zijn explosies gehoord vanochtend. De resultaten zie je ook in deze straat, want hier liggen overal brokstukken. Even na 12:30 'smiddags werd het zijn brandmeester gegeven. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Van alle treinstations in onze provincie kan station Nijmegen-Dukenburg al jaren op de minste waardering rekenen. De NS wil daar graag iets aan doen en probeert het station te verbeteren. Vorig jaar zijn de wachtruimtes onder handen genomen en deze week werd een stenen boog op het stationsplein neergehaald. Veel herrie en nieuwsgierige toeschouwers op station Dukenburg. De betonnen boog die er sinds 1996 staat, wordt verwijderd en daar is de NS heel erg blij mee. Nou, we zijn heel blij dat de boog eindelijk verwijderd wordt. Creëert meer openheid op het voorplein, meer zicht en daar zijn we super blij mee. De waardering voor het station daalde van een 6,2 naar een 5,9. Stationsmanager Eva Goedhart blijft positief. Ze zegt station Dukenburg samen met ProRail stapsgewijs aan te pakken. Meer openheid creëren, meer verbinding met het plein. De liften worden ook zichtbaar en ook de trapopgang. De wachtruimtes zijn vorig jaar al opgeknapt. En het verwijderen van de boog zou voor een meer open karakter zorgen. En we willen natuurlijk dat de reiziger ook Nijmegen-Dukenburg een veilige en mooie plek vindt.
En stap voor stap willen we het station verbeteren. Maar de afgelopen jaren hebben we al heel veel gedaan om het mooier te maken. De betonnen boog wordt blok voor blok verwijderd. Komende vrijdag zou de muur helemaal verdwenen zijn. Mirjam uit Nijmegen-Oost houdt van koken. Dat doet ze natuurlijk dagelijks voor haar gezin. Maar op woensdagen kookt ze ook voor Meri. Meri woont een stukje verderop en kan ook prima zelf koken. Maar vindt het fijn als er af en toe voor haar gekookt wordt. De dames werden aan elkaar gekoppeld via Stichting Thuisgekookt. Het gezellige praatje aan de deur bij het afgeven van het eten is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Ik ben onderweg naar Mirjam en Mirjam is als het goed is aan het koken, maar niet alleen voor zichzelf. Hoe dat precies zit, gaan we even uitzoeken. Hoi hoi. Hoi. Hey, wat leuk, jij gaat koken. Ja, inderdaad. Kan ik jou helpen? Natuurlijk, ja? Altijd goed. Nou, dan ga ik even mijn handen wassen. Ja, je mag wel beginnen met de paprika-reepjes. Je moet er gewoon smalle reepjes. Smalle reepjes, ja. En dan ga ik even wat cashewnoten aanbakken. En Mirjam, ik vroeg me af, want voor wie kook jij dan nu? Nou, ik heb me aangemeld bij Stichting Thuisgekookt voor een buurtgenoot. Mm-hmm. Ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om een beetje verbinding te hebben met mensen uit de buurt en iets voor ze te betekenen. Ja. En toen kwam er een aanvraag van Meri. Ja, Meri en Mirjam. Ja. Ja. En dan hoe het dan gaat is dat je eerst een keer proefkookt om aan elkaar te wennen. Want hoe ben je erop gekomen om dit dan te gaan doen? Dat stond in het wijkkrantje bij ons. Oké. En toen dacht ik, nou, ik wil wel meer binding met de buurt. Dus ik ga dat wel doen. Hoe staat het met... Ja, volgens mij is het al aardig geroosterd. Ja. Dus ik denk dat het dit wel is. Super, ik ben daarmee klaar. Want ik vroeg me ook af hoe dat zit dan met betaling. Betaalt Meri jou dan bijvoorbeeld voor het eten wat je maakt? Ja, ze geven bij de Thuisgekookt aan wat een beetje gangbaar is. Mm-hmm. Dus ik heb het gemiddelde genomen. Per maaltijd vraag ik €3,50, omdat mm-hmm. ik extra boodschappen doe. Ja. Nou, op naar mevrouw om even eten af te geven. Zeker. Yes. En dan ben ik heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ja. Hopen dat ze het lekker vindt. Nou, het is voor het eerst dat het licht is nu. Oh. Kijk, volgens mij... We hoeven niet eens aan te bellen. Volgens mij gaat de deur al open. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar... Ja hoor. Van zo willen ze helemaal goed. Je zag me al aankomen. Ja. Helemaal goed. Hallo. Hi, ik ben Pleun. Ik ben Meri. Hi, Meri. Aangenaam. Nou. Ik heb nog bakjes voor jullie. Oh. Nou, helemaal goed. Nou, dus jij hebt heel lang Kom maar, neem ik het even aan. Ja. Oh, wat is nog warm gelukkig. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op je. En dan ga je een beetje limoen erbij. Dus, hey, leuk is dit, ja. Hè? Nou. Ja. Ja, voor mij is dit hartstikke goed, natuurlijk. Ja. Nou, geniet ervan. Ja. Je weet dat ik dat doe. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja, dat is goed, hè? Ja. Oké. Doei. Ja, en dan sport, want gisteravond speelde NEC de achtste finales in de KNVB-beker in de Kuip tegen Feyenoord. Deze wedstrijd zal de boeken ingaan als een van de legendarische wedstrijden ooit uit de beker. De wedstrijd had alles in zich. Doelpunten, een rode kaart, geen rode kaart, een penalty, een reservekeeper Matthijs Brandewors die uitblonk, een verlenging en uiteindelijk moesten er zelfs strafschoppen genomen worden om te bepalen wie naar de kwartfinale ging. En dat werd Feyenoord. Onze radioverslaggever Aram Meuleman zat in het stadion en dat klonk zo. Verdonk met de 1-0. Ja hoor, daar is hij weer. Kelvin Verdonk naar de 2-0. Daar is de 2-0 van Pedro Marquez. En als dat rood over van Sender, dat lijkt me overdreven. Als we echt, ja, we zijn weer terug hoor in de Kuip. Wat doet Kukcu nu weer? Nee, niet hard. Het is nu laag en rustig in de linker benedenhoek. Paisao staat vrij en Paisao scoort de gelijkmaker voor Feyenoord tegen NEC. Moustaba, ja, daar gaat hij erin, ja! Jordi Bruin, daar is de bal bij de tweede paal, is daar de 3-3. Daar is meteen alweer de 3-3. Nielsen, goeie genade. Kes verlengd voor de van Jordi Bruin! Jordi Bruin met de 4-4. Brandos of Paisao, daar is de aanloop, daar is de penalty, die is raak. En Feyenoord gaat naar de volgende ronde. En NEC draait...
Ja, dan nog het weer. Het was weer een prima dagje vandaag met veel zon en vrijwel overal droog. Vanavond is er een kleine kans op wat motregen, maar in grote lijnen blijft het gewoon droog. Vannacht schommelt de temperatuur rond het vriespunt, dus wellicht nog een lichte nachtvorst. Morgen kan de dag nog wat mistig starten, maar als dat eenmaal is opgetrokken, wordt het weer eigenlijk een prima dagje met wat zon. Wel is er wat meer bewolking aanwezig als de afgelopen dagen, maar het blijft droog en de temperatuur ligt morgen rond een graad of 7. In het weekend zal dat net andersom zijn. Dan heeft de bewolking de overhand en is de zon juist maar nauwelijks te zien. Ook dan blijft het wel droog en is het erg zacht met een graad of 10. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En je weet het, volg ons even op Facebook, Twitter en Instagram. En nu kun je op RN7 kijken naar De Streek In. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!